Oh! Breakfast! Boys, what's going on? Is served! Bij Perlenbach, joppa! Het is 9:30, 9 uur. Het smaakt even goed als om 9 uur 's avonds. Lekker! Lekker! Onze buren zijn... De buren zijn gearriveerd. Dag mijn man. Ja man, we zijn er klaar voor. Goedemorgen. Hey, hoe chic is dit, ja? Opstaan, busje geparkeerd hier deze avond. Daar gaan de liftjes. We gaan het zien jongens, we gaan het zien. Goedemorgen. Hoppa. Dat is overwarmde zetels, man. Maat. Yeah. Dat is wel een luxe flux. Luxe flex, man. Oh, Nick! Zalig, man. Eindelijk fucking terug, man. Eindelijk terug. This is where we belong! Yeah! This is where I wanna be, nah, nah. Never ever gonna leave. Het staat er mooi op. Hutje te kruipen. Het is nu 11 uur en het is hier machtig mooi. En ik? Ja. Geen idee als dat veilig is. Dat is hoog, ja. Hola. Woe. Ben erop geraakt. Fucking hell. Voilà. Jesus Christ, you are my life. Halleluja, halleluja. We zijn hier denkelijk op het hoogste stukje van dit gebied. En hier is gigantisch veel off-pist mogelijkheid. Zoals je kunt zien, kun je overal tussendoor. Maar we gaan eerst eens kijken hoe de sneeuw is. En dat is de piste. Dat is echt geniaal mooi. Middag eten met Nick. Bokens uit, ja. Beetje kip. Kip zit er niet normaal. Normaal. Het is wel lekker, hè? Het is degelijk. Het is een goede chapsel. Mm-hmm. Thomas de Kok heeft dat goed gedaan. Niet alleen adventurer, maar also kok.
Leeg je daar goed? Zeker. Einde van de dag. Net de afwas gedaan, gekookt, gegeten, parking gevonden. Die zal ik direct dus laten zien. Wel mooi. Ik zou eens ook een foto proberen te maken, een nightlapse. Then I say goodbye. Einde van de vlog vandaag. Nick zorgt behind the scenes voor de verlichting. Ja man, die lichtje was. Die licht is niet goed, nee. Die licht, eigenlijk moet ik... Zo, hier zo. Oh, ja. En dan zeg ik één ding. Onthoud, alles is mogelijk. Bye bye.